was nogal geëmotioneerd. Ja, tuurlijk, dat ruikt. Dat komt aan je zenuwen eigenlijk. Want ik word emotioneel, sorry. Ik ben er niet goed in. Wat raakt u dan? Dit is een fantastisch gebied. Het hoort bij Sittard. Dit is een stukje juweeltje. En ik kom er wel eens vaker en ik geniet ervan. Ik kan me voorstellen dat het emoties oproept, maar ik kan me ook voorstellen dat als je de plannen in de samenhang hoort en je hoort dat niet de tuinen verdwijnen, maar dat ze verplaatst worden, dat de hagen eerder in aantal meters toenemen dan afnemen. Als je ook weet dat de meneer van de vogelbescherming, nadat hij ook kennis heeft kunnen nemen van de nieuwe plannen, er ook iets anders tegen aankijkt dan op basis waarvan hij de brief heeft geschreven, probeer ik toch ook qua emotie een stukje evenwicht aan te brengen en op die manier met argumenten een stukje emotie weg te nemen. Waarom heeft de gemeente de huur opgezegd per 1 oktober bij de 7 volkstuinen toen de plannen nog niet definitief waren? Nou, uit oogpunt van zorgvuldigheid moet je bijtijds zaken in gang zetten. Ook wat betreft het aanzeggen, het opzeggen van de huur. Het zou A, niet netjes zijn om dat in een te laat stadium te doen. Het heeft ook te maken met bepaalde aspecten van bijtijds de beschikking krijgen over het betreffende gebiedje. Want we hebben het over 7 volkstuinen in een geheel van 50. Die 7, daar hecht ik echt aan, die worden verplaatst, die verdwijnen niet. En ja, je moet wel op tijd kunnen beginnen in het betreffende gebied, ook rekening houden met het plantseizoen. En wij zeggen niet van u moet hier weggaan zoek het maar uit. Nee, het verplaatsen wordt ook nog eens door ons gefaciliteerd in de meest brede zin van het woord. Daar helpen we in mee, daar betalen we in mee. Maar het wordt alleen maar verplaatst. Nee, het wordt niet verplaatst. Het wordt wel verplaatst en het is net als een bejaarde. Een boom, een grote boom kun je niet verplaatsen. Het klinkt wel makkelijk, ze zetten een nieuw boompje voor neer. En dan, het gaat erom, heb je geduld, zit de tijd maar uit en zoek het je maar uit. Zo komt het op mij over. Een en al leegte, een verhaal van een wethouder, wat kan nog wel raakt. En het wordt ook nog geapplaudisseerd en dat doet me helemaal pijn. De 7 tuiners die kunnen eigenlijk geen kant op. Er zijn al meer dan 24.000 handtekeningen aangeboden. Verandert dat iets aan de situatie? De tuiners kunnen wel een kant op. De tuiners krijgen een alternatief. Overigens, de tuintjes waar we het over hebben, niet alleen het aantal, maar ook als je kijkt naar hoe oud de tuintjes zijn, die dateren van na 1950, een aantal tuintjes zelfs van de periode 1984. Dus het zijn geen eeuwenoude volkstuinen. Dus die tuinders gaan we faciliteren, gaan we meehelpen naar een andere plek toe te verhuizen, om het zo maar te zeggen. Ja, wat betreft de handtekeningen, daar zullen wij uiteraard nog op reageren. Als de burgers hier zitten, meer dan 5000 handtekeningen, plus nog eens 20.000 van her en der door heel Nederland, als die niet meer serieus worden genomen, dan is dat ook tekenend voor de politiek. En dat is heel triest. Zou het mogelijk zijn dat de 7 tuinders deze plannen tegenhouden als de gemeente er zoveel geld in heeft geïnvesteerd? Het is niet de bedoeling om in korte tijd veel geld uit te geven. Het is de bedoeling om een samenhangend geheel, doorvertaald in een project, om dat tot uitvoering te brengen. Wat is heel veel geld? Heel veel geld, dat is gewoon, het zijn de projectkosten die hiermee gemoeid zijn. En hoeveel is dat? Het totale geheel zijn een aantal miljoen euro. Het aanleggen van grachten. Projectbegroting is nu 3,8 miljoen euro. 8 miljoen euro, ja. Waarbij... Ik kan nou niet zeggen dat hier in de gemeente Sittard het geld tegen de plinten omhoog klotst. Hè? Waar haalt de gemeente dat geld vandaan? Nou, het project wordt onder andere gecofinancierd vanuit de provincie. De plannen waar we het ook nu weer over hebben zijn geen op zich staande plannen. Die maken onderdeel uit van Sittard Revisited. Een groot samenhangend project, noem ik het maar even, programma is een beter woord, dat door de raad is geaccordeerd, dat ook door de provincie omarmd is en dat financieel technisch door de provincie ook wordt gecofinancierd. En ook die plannen behelzen meer dan de benadering volkstuinen alleen. Het terugbrengen, het beleven, het meer aantrekkelijk maken van de stad, hier de binnenstad van Sittard, is een van de uitgangspunten en een van de doelstellingen die ook door de provincie wordt nagestreefd om ook mensen naar Sittard te halen in dit geval
En die mensen hier te laten beleven hoe de binnenstad en het omliggend gebied, hoe dat ooit was en hoe dat tot de verbeelden kan worden teruggebracht met zoveel mogelijk het respecteren van hetgeen nu hier staat. U zegt de provincie deelt erin mee. Hoeveel legt de gemeente erbij aan in dit hele project? Wij hebben een totaalbegroting en de provincie stort in die totaalbegroting eventjes uit mijn hoofd 10,5 miljoen. En vanuit die 10,5 miljoen kun je dus de projecten cofinancieren. En afhankelijk van de middelen die wij als gemeente aan dit project kunnen bestemmen, draagt de provincie meer of minder daaraan mee. Kijk, ook afwatering, dat soort aspecten allemaal, waar je als gemeente voor aan de lat staat, vandaar ook die buffer. Ja, dat zijn elementen die je ook als gemeente sowieso moet doen. En dan ga je historie en functionaliteit ga je aan elkaar koppelen in het belang van het grotere geheel, van de binnenstad van Sittard, van de inwoners van Sittard, van de bezoekers van Sittard. En vandaar bijvoorbeeld die buitengracht die wordt aangelegd als een buffer waar 1,5 miljoen kubieke meter water in gebufferd kan worden. Ik heb nog steeds geen bedrag gehoord wat de gemeente bijdraagt. 3,8 miljoen minus de bijdrage van de provincie. Aniek, wethouder Lebens heeft zojuist de tuinen verlaten. Ja. Wat is je indruk? Hij had natuurlijk zijn antwoordpraatje al helemaal klaar. Dat was het standaardpraatje wat we al heel vaak hebben gehoord. Ik vond het eigenlijk een beetje jammer dat hij zo direct in de verdediging schoot. Ik denk dat mijn intentie van nu was eigenlijk om juist een heel open iets heel positiefs mee te geven. En hij ging daar volledig aan voorbij. Tijdens de presentatie regende net. Ik zeg tegen mijn cameraman, de hemel huilt al. De hemel huilt al, maar op het moment dat de petitie aangeboden werd, toen scheen de zon. Dus dat was even van, we worden letterlijk in het zonnetje gezet. Dus ik vond het wel in die zin beide heel symbolisch voor wat er plaatsvond. En nu verder? Nu verder. Nu is het richt op donderdag, de commissievergadering. Wat verwacht je daarvan? Daar ga ik in ieder geval wel echt, zoals ik net al zei, dan ga ik in op alle punten die hij net aanhaalde. Dan krijgt hij van mij wel een heel kritisch weerwoord. Ja.